Wanneer noemen we een soort een halfaap en wanneer noemen we een soort een echte aap? De ringstaart en de zwarte maki zijn halfapen. Dit zijn primaten die meer oorspronkelijke kenmerken hebben. Apen en halfapen hebben waarschijnlijk wel dezelfde voorouders, alleen echte apen ontwikkelden zich wat eerder, waardoor ze nu grotere hersenen hebben. Qua uiterlijk zijn er verschillen. Halfapen hebben een spitsere snuit en kunnen daarmee ook beter ruiken dan apen. Omdat ze hun bovenlip niet kunnen bewegen, kunnen ze minder goed gezichtsuitdrukkingen aannemen en daarmee minder goed visueel communiceren, wat je bij echte apen wel ziet. Halfapen communiceren hierdoor meer door geluiden en geuren te gebruiken. Een halfaap zul je ook nooit piano zien spelen, want ze kunnen hun vingers namelijk niet individueel van elkaar bewegen. Een echte aap kan dit wel.